Het was al aan het schemeren toen ik het hoorde. Een hard gekletter. Metaal op metaal. Het leek op het geluid dat de stijgers konden maken wanneer iemand langs de zijkant omhoog klom. De stijgers die net een paar weken geleden weggehaald waren. Mijn glimmende muren voor het eerst goed zichtbaar voor de buurt. Voor heel Amersfoort. Ik keek om me heen. 18 meter de ene hoek om. 18 meter de andere hoek om. Het plein achter je was verlaten. Niemand kon zien wat ik toen zag. Bij mijn voordeur, de deur die je nu ziet, stond een gedaante met een ladder. Het ding wilde maar niet goed openklappen. Hij rommelde, gromde. Ik herkende zijn stem. Het was Gerrit. Met nog één ruk had hij de ladder uitgeklapt. Hij klom erop en klapte een houten platte doos open. Er zat verf in. Wat ging hij doen? Mijn stenen waren al afgeglazuurd. Hey, sorry, zijn jullie al begonnen? Waar hebben jullie het over? Gerrit staat op de ladder. Oh ja, daar heb ik over gelezen. Dat hij de avond voor de opening nog een finishing touch wilde aanbrengen aan zijn eigen gebouw. Geweldig, toch?